Thuis in quarantaine zitten is geen reden om geen kunst te bekijken. Want nu musea en galeries noodgedwongen de deuren moesten sluiten, tonen zij hun collecties namelijk massaal online. Zo dwaal je ongestoord door het Van Gogh Museum en bewonder je in je eentje de fresco's van de Sixtijnse kapel zonder drommen mensen om je heen. Ja, en ook de collecties van het Rijksmuseum, het Louvre in Parijs, de Met in New York, allemaal online te zien. Maar, zegt Anne de Meester, kunstkenner en directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem, bezoek vooral eens een museum waar je normaal gesproken nooit komt. En speciaal voor ons heeft ze een selectie gemaakt. Ja, Anne, je bent vanavond onze virtuele museumgids. Waar ga je ons mee naartoe nemen? Wel, in eerste instantie denk ik naar Sao Paulo. En ik dacht van ja, we leven nu, alle musea zijn nu een soort spookhuizen. Dat is volgens mij sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd. Kunstwerken zijn volgens mij ook heel eenzaam. En die bestaan bij de blik van ons bezoekers. Mm-hmm. En je merkt, als mensen aan geheel onthouding moeten doen, de reactie is dat er online een soort orgie ontstaat. Er is zoveel aanbod. Ja. En het paradoxale is, deze online tours, die bestonden al. Die zijn geen gevolg van corona. Maar wat bedoel jij dan met orgie? Wel, als je merkt, in de culturele sector, we moeten allemaal noodgedwongen anders gaan werken. En tegelijkertijd posten we massaal online op social media. Er is een soort rat race van hoe ben je zichtbaar op een andere manier, op een andere plek. En het mooie aan die online tours zijn, vind ik, die bestonden al. Mm-hmm. Die werden misschien niet zo intensief gebruikt. En vanuit de musea werd het ook een beetje gezien van ja, misschien het is een soort noodzaak, maar nu het is toch surrogaat, het is placebo. Het eerste museum Sao Paulo, Brazilië dus. Dat is het Maspi in Sao Paulo. Mm-hmm. Prachtig museum, gebouwd in 1968. Heel bijzonder, omdat als je daar normaal binnenkomt, maar dus ook met de Google Tours, je ziet één zaal, een soort woud van schilderijen op allemaal glazen pedestals. En dat doet denken nu aan Google Images. Je ziet eigenlijk alles tegelijkertijd. Maar je kunt zelf ook een pad kiezen. Niet bepaald door de curator of de museumdirecteur. Jij bepaalt of die Frans Post iets te maken heeft met Ingres of met Braziliaanse volkskunst of niet. Dus het is een hele bijzondere opstelling en die blijft ook online. In die virtuele tour blijft die bestaan. Het mooie is ook, je kunt ook de achterkant van de schilderijen zien. Die hangen allemaal op glas. De achterkant van de schilderijen? Ze hadden van, dat is de biografie van het schilderij. Oh. He, de voorkant is de pretty pictures, dat is de façade. En de achterkant, daar zie je labels op hangen. Waar is het geweest? Staat er nog een handtekening op, een geheime boodschap? En dat is prachtig, vind ik, in Maspi. Maar ook op deze online tour kun je dat ook. Dus je kunt ook spieken. Je kunt letterlijk eigenlijk achter de façade van het schilderij kijken. Ja. We gaan naar jouw volgende museum dat je voor ons uitgekozen hebt. Waar gaan we naartoe? Als het goed is, naar Korea. Daar staat in Seoul het Nationale Museum voor Moderne Kunst. Gigantisch gebouw, eigenlijk drie gebouwen. Mensen kennen denk ik... Ik zie jou ja knikken, Ramzi. Ben je hier geweest? Ja, fantastisch museum, ja. Aha. Ik ben er nooit geweest, dus Ramzi heeft hier wel een live experience. Ik niet, ik ken het alleen virtueel. En ik denk, mensen kennen heel vaak Japanse en Chinese kunst. Die zijn trendy geweest de afgelopen jaren. Koreaanse kunst wat minder. Mm-hmm. Terwijl die zit heel dicht op onze conservator. Die zei van, jij kunt eigenlijk als je het heel erg elevator pitch gewijs doet. Je hebt aan de ene kant heel sterke focus op ambacht. Echt het soort maken. En aan de andere kant een super sterke focus op technologie. Daar zijn Koreaanse kunstenaars beter in dan anderen misschien. Mm-hmm. En ook al in de jaren 60, want het werk dat ik wou laten zien, daar komen we denk ik straks bij, is van een Amerikaanse Koreaan, Namjoon Paik. Nu is er een fantastische tentoonstelling in Spookhuis Stedelijk, waar alleen de directeur en de conservator bij kunnen. Want wat is dit? Dit is een gigantische toren van televisieschermen. Mm-hmm. Het ziet er een beetje uit als een verjaardagstaart of een bruidstaart. Het is in 8 lagen opgebouwd, 18 meter hoog. En die 8 lagen staan eigenlijk voor de 8 fases van de verlichting binnen het boeddhisme. En wat je erop ziet, het is gemaakt in 1988 voor de Olympische Spelen. En eigenlijk zag je toen allerlei live feeds vanuit verschillende landen hoe die zichzelf wilden representeren. Dus eigenlijk is het een soort wereldtentoonstelling in één werk. En dit is van wanneer, zei je nou? Dit is 1988. Maar er was nog helemaal geen internet? Nee. Dus dan was het, toen was het uniek. Ja, ja. Maar nu voelt het denk ik ook heel timely. Het is een soort zendmast die de hele wereld weer naar binnen haalt in het museum. Alleen dat museum is niet te zien.
Ja. En dus er is ook iets heel treurigs aan. Ik denk, dit is een zeer eenzaam kunstwerk. Maar Nam June Paik is nu ook heel uitvoerig, straks hoop ik te bewonderen in het Stedelijk Museum. Dus dit is een voorproefje. Dit is een voorproefje, een lekker makertje. En waarom zeg jij, is er heel veel aandacht dus voor Japanse en voor Chinese kunst? Maar we kennen natuurlijk wel de Koreaanse films. Hè? Ja. Ook net Oscar-winnaar natuurlijk, een Koreaanse regisseur. Parasite. Waarom is dan die kunst zo ondergeschikt? Of ja, ik denk, wat mensen kennen is zo afhankelijk van trends die worden gepusht in de media en op social media en door ons musea. Dus er is heel veel onderbelicht. En ik denk dat dat eigenlijk toevallig is. Maar het grappige is dat de Koreaanse overheid, het ministerie van Cultuur, is al sinds 2018 bezig met een megacampagne. Ze willen in 2023 dat er één museum is per 35.000 inwoners. Dat betekent dat er 184 musea moeten bijkomen tot 2023. Dus de Koreanen zijn wel heel erg bezig met het pushen van de eigen kunst. Of dat een goed ding is, is wat anders. Ja, nou dat moet je dan een andere keer over vertellen, ja. Als al die musea er zijn. En jouw laatste museum, dat is jouw pièce de résistance, je favoriet, begreep ik? Ja, ik heb vooral nagedacht, wat zouden mensen niet kunnen kennen? En dit is het National Palace Museum in Taipei. Ja. Dit is eigenlijk het Rijksmuseum van... Ben je hier ook geweest? Ja, kijk. Wat een globetrotter ben jij, joh. Nog mooier. Dan moet je straks niet meer, Ramzi. Straks moet je in de hele onthouding geen kilometers meer maken. Maar deze kun je ook perfect online bezoeken. National Palace Museum is eigenlijk het Rijksmuseum van China. Ja. En je moet je daarbij voorstellen, dat zou zijn alsof het Rijksmuseum niet in Amsterdam stond, maar in Antwerpen of in Brussel. Want het staat dus niet in Beijing of Shanghai, het staat in Taiwan. En dat is omdat Chiang Kai-shek in 1948 eigenlijk de hele collectie, omdat hij aan het verliezen was van Mao, heeft gemigreerd naar Taiwan. Uh-huh. En het is toen ik er echt was, want ik ben er ook echt geweest, voel ik me nu bijna schuldig over. Dat je als kunstmens de hele wereld rondvliegt om dingen te zien. Maar het is overweldigend omdat je plotseling beseft dat de Chinese cultuur zoveel ouder is dan de onze. Dat weten we natuurlijk wel, maar daar rondlopend voel je het ook. En die enorme, er zijn 700.000 artefacten, heeft het museum. Ze tonen maar een heel klein percentage. Mm-hmm. En je voelt je als westerling tegelijkertijd een idioot, omdat je die voorwerpen niet kunt plaatsen in een context. En aan de andere kant is het een soort enorme schatkamer, een grot van Alibaba, waar je alleen maar in verwondering kunt rondlopen. En eigenlijk, jij zegt, je voelt je dan idioot, omdat wij totaal niet, of niet genoeg het besef hebben dat er zo'n oudheid voor... Dat wij, onze culturele geschiedenis, onze kunstgeschiedenis, is minimaal in vergelijking met de Chinezen. Dus op dat vlak voel ik me dan een beetje onthand, alsof je ook geen kader hebt. En wat wil je ons in dit museum laten zien? Ja, iets heel kleins. Ik ben iemand die normaal nooit souvenirs koopt in musea, maar dat heb ik daar wel gedaan. Ze hebben allerlei miniatuurtjes van objecten. En dit is gewoon een... Ik denk dat het Song-dynastie is. Een schaaltje, lichtblauw, heel breekbaar. Mm-hmm. Een lotusvormig. En ik vond het ontzettend ontroerend, omdat het ook de aandacht voor het gewone, eigenlijk voor het gebruiksvoorwerp. Wij zijn er in het Westen op getraind om de hoge kunst en de schone kunst. Dat is schilderijen, beeldhouwkunst, conceptuele kunst, theater. Maar het gebruiksvoorwerp wordt in de National Palace echt op een piedestal geplaatst. En dat vond ik ontzettend mooi. En de online tour, want die online tours die bestonden dus al. En ik vind ze altijd toch een beetje... Kunstcriticus Jörg Heijzen dacht, het is net alsof je nu niet meer naar het restaurant gaat, maar alleen maar naar plaatjes van voedsel kijkt. Of iemand anders zei wat oneerbiediger, het is net zoals seks hebben met een sekspop en niet met een mens. Mm-hmm. Maar het is nu het enige wat we hebben. Mm-hmm. Dus ik hoop dat we ook leren om die tours anders te gebruiken. Want ze brengen ons nu zijn alle musea geheime tuinen waar we niet in kunnen. Ja, en zoals je terecht net zei, er zijn plekken waar heel veel mensen natuurlijk niet zomaar... Ja, niet iedereen heeft zo'n geluk als Ramzi dat hij allemaal naar deze plekken toe... Decadent, ja. Nee, ik reis ook veel hoor, nu even niet. Maar niet iedereen kan dat natuurlijk. Of sommige mensen zijn ook slechter benen. Je kan ook om andere redenen aan huis gekluisterd zijn. Dus dit is eigenlijk een deur die open wordt gedaan voor een veel grotere doelgroep. Ja, het is echt een ultieme vorm van armchair traveling. Hè? Van zittend, vanuit je leunstoel reizen. En aan de andere kant denk ik van, zeker beeldende kunst is uiteindelijk heeft baat bij nabijheid en stoffelijkheid. Je mag het niet aanraken, maar er fysiek dichtbij zijn en ermee communiceren is altijd wel een voorwaarde. Dus ik hoop dat we als museale sector nog creatiever worden in hoe je andere sensorische impressies kunt toevoegen aan die tours. En dat deze crisis betekent dat het nog een stapje verder gaat. Want wij zijn er voor het publiek. Dat is heel tragisch. Ja, je bent er niet voor jezelf. Ik kan als museumdirecteur alleen rondlopen. Ja. Maar dat heeft geen enkele zin. We zijn er om zoveel mogelijk mensen wat te laten zien. Ja, maar dat gaat vast en zeker allemaal wel weer komen. Dank je wel, Anne. Ja, de tips van Anne de Meester en de cultuurtips van onze collega's van het radioprogramma Nooit meer slapen zijn te vinden op vpro.nl/mondo.